If uno dry anu para boto na uno vernietiga grond tapudisi, zei president Desiree Bouterse tijdens een speciale kerkdienst in het dorp Powaka. De president wilde hiermee de nadruk leggen op de bijdrage die elk individu kan leveren aan de natuur. Afgelopen vrijdag bezocht de president de kerstdienst die voorgegaan werd door bisschop Karel Tjuni in de Sint-Wilhelmuskerk. Het grondenrechtenvraagstuk heeft ook de aandacht van de president. Hij is hoopvol gestemd dat er spoedig een oplossing komt in deze kwestie. Het staatshoofd riep voorts om hard te werken aan zaken die verkeerd zijn gegaan en die gezamenlijk aangepakt moeten worden. De kerstdienst is op zaterdag 24 december gehouden in de Sint-Wilhelmus RK-kerk. Vooruitlopend op zijn kerstboodschap gaf bisschop Tjuni aan waarom hij deze dienst in een inheems dorp heeft gehouden. Binnenkort komt de paus bijeen met de bisschoppen van de landen die deel uitmaken van het Amazone regenwoud. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Peru. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk wil bij deze meeting nagaan wat de verschillende bisschoppen samen met de lokale overheden voor de indianen in het regenwoud betekenen. Volgens de paus bestaat de kans dat de natuur de indianen ontnomen wordt bij grote projecten vanuit de overheid. Bisschop Tjuni benadrukte dat de rijkdom van Suriname niet in delfstoffen en dergelijke ligt, maar in de mens. De bisschop riep op tot een gezamenlijke aanpak van de kerk en de overheid. Un abambigi broko fudu en woklaring en makandra stelden de geestelijke resoluut.